Wider een briefje van 10 weg. Zonde, jongens. Zo zonde. Ik was zo gehecht aan dat briefje. Kijk dan. Holy shit. Dit is wel echt lekker hoor, jongens. Wat doe jij nou? Boos, mannen. Nee, normaal. Wat doe jij nou, man? Een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, jongens. Ik ben een klein beetje brak, want we zijn gisteren uit geweest. Het was wel heel gezellig, maar ja, dan krijg je dit. Ondanks dat ik brak ben, jongens, hebben we positief nieuws aangezien het nu aan het sneeuwen is. Ja, jullie zien het niet zo goed. De camera komt niet helemaal lekker over, maar het is momenteel aan het sneeuwen, dus dat is top. En ze zijn boven lawinepijlen aan het afsteken, dus dat betekent dat er dus boven ook veel sneeuw is gevallen. Dus we gaan het zien, maar eerst even lekker ontbijten. Goedemorgen, 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 sunshine. Haben Sie das Gefühl, dass du hast getrunken gisteren? Nein, nein. Nein? Ein bisschen. Ein bisschen? Oh, nou jongens, we hebben lekker ontbeten en het is tijd om onze skikleren aan te trekken en dan gaan we naar boven. Net aan het ontbijt zei mijn pa dat zeg maar die kanonnen die we hoorden, zeg maar, of waar ik het net over had, zeg maar die kanonnen die hierboven wordt afgaan voor lawines, die gaan vanzelf af als er meer dan 30 centimeter is gevallen. Dus dat betekent dat er 30 centimeter is gevallen. Ja, dat is top, maar het sneeuwt hier ook een beetje. Ja, maar je hebt hier, het blijft hier niet liggen. Zeg maar, hier, kijk, het heeft hier waarschijnlijk ook gesneeuwd, maar het is niet dat hier heel veel is blijven liggen. Maar waarschijnlijk boven wel en dat is top. Want ja, hier gaan we niet skiën, maar boven wel. De skikleding is aan, omdat wij naar boven gaan en we gaan skiën. Dus we handig een skikleding aan hebben. Nou jongens, we zijn nu onderweg naar de lift. Maar Bas heeft het helaas niet overleefd. Ik weet niet waar die is. Heb jij Bas gesproken, Ruud? Nee. Hij heeft wel gesignaleerd, hoor. Is hij wel gesignaleerd? Ja. Oh, ik heb hem vanochtend proberen 2 keer te bellen, maar hij heeft niet opgenomen. Dus ik denk dat hij nog in zijn bed ligt. Zonde, jongens, zonde. In de avond een man en in de ochtend ook een man. Heel stom, jongens. Gisteren toen we terugkwamen van de George, was ik in mijn ik had cashgeld mee, want hier betalen ze heel veel met cash. En ik was aan het tellen, maar het waaide een beetje. Toen waaide er een briefje van 10 weg. Zonde, jongens. Zo zonde. Ik was zo gehecht aan dat briefje. Kom op. Ja. Naar te gaan tellen, dat doe je niet op. Ja. Maar ja, ik had gisteren een drankje op, man. Ik wist niet meer wat stom en niet stom, man. Dit is toch een spreekwoord? Drank in de man is... hersenen in de kan? Ik weet niet hoe die gaat. Drank in de man is hersenen in de kan. Geen idee. Is dat niet een spreekwoord? Nou, ik ken het niet. Ik ook niet. Maar er is wel zoiets. Drank in de man is een hersenen in de pan. Oh, in de kan. Kijk eens even jongens, iemand is gewoon met zijn Ferrari naar Oostenrijk gekomen. Dan kan je wel vlek over de autobahn knallen, hé. Wat een ding. De schoenen zijn weer aan jongens. We zijn helemaal ready. Ben je er klaar voor, jongen? Ik ben er zeker klaar voor. Echt zin. En met lekkere bordjes, jongen. Ja, het zijn natuurlijk echt lekkere bordjes. Wat we gisteren ook al zeiden, de bordjes zijn zo chill, jongens, dit jaar. Dat is echt niet normaal. Ik zei net dat het aan het sneeuwen was, maar het is momenteel weer aan het regenen. Maar hopelijk is het boven lekker aan het sneeuwen. Vandaag is het kerst... Wat is vandaag? Kerstavond. Vandaag is het kerstavond. En dat is hier het belangrijkste in Oostenrijk. Ja. En in Nederland is eerste kerstdag het belangrijkste. Ja. Nou, er zijn ook wel mensen, volgens die kerstavond hier. Wij gingen vroeger altijd, Rooms-Katholiek waren, op kerstavond naar de kerk, s'nachts. En dan gingen we daarna het ontbijt doen. Vond ik als klein kind altijd heel gaaf. Mm. Een kerstontbijt, maar dat deed je dan midden in de nacht, na de dienst. Ja, het is echt raar, want zeg maar, wij hebben nooit echt het gevoel van kerst thuis gehad. Want wij zijn altijd hier in Sherfhouse geweest. En hier is dus, ja, heel zielig. Maar hier heb je dus zeg maar kerstavond. En volgens mij is in Nederland is het altijd de eerste kerstdag en tweede kerstdag en zo. Maar goed, hè? Gelukkig ook, een witte kerst. Dat Nederland als enige tweede kerstdag heeft. Ja? Mm-hmm. Wist je dat ze in Saudi-Arabië in juli kerst vieren? Ja, zeker. Echt heel gaaf. Heb je het overleefd, Bas? Ja, gaat hij weer filmen? Gaat hij weer filmen? Hoe voel je? Ik moet even zo meteen die video naar jou. Ja, dat lukt niet ook van mijn video. Oh ja, ik ben al aan het rennen, dus maakt niet uit. Maar hoe voel je? Ja. Ja. Beter ook. Ben je brak en onzeker? Of? Die hoor ik nou daarbij. Robin? Huh? Toch samen. Hoe is het met Robin? Ja, niet zo goed. Niet zo goed? Nee, niet zo goed. Kleine hapjes. Kleine hapjes. Kleine hapjes nemen. Nou? Miro! Hey! Wat een gezelligheid. Hey! Wat, ik zie je niet. Hey! Miro was ook weer.
Nou jongens, het is wel echt een goed pak gevallen. En zoals jullie zagen, Merel, de zus van Robin, die is ook gezegd weer bij. Die kwam later in de tentamens. En die is net aangekomen op het vliegveld. En die komen zo naar boven. Dan zijn we compleet. En wij zijn nu ook boven, dus wij gaan straks de eerste afdaling doen. Ik ben benieuwd hoe de sneeuw is, Ruben. Oh, heel benieuwd. Het ziet er wel wat als uit. Wit. Ja, heel wit waarschijnlijk. De piste is wel wit, ja. Pleonasme sneeuw. Koud. Pleonasme sneeuw? Witte sneeuw. Jongens, we komen nu de lift uit. En hierboven heeft het echt ziek gesneeuwd. Kijk dit. Kijk dan. Holy shit. Dit is wel echt lekker hoor, jongens. Dit is wel echt top, hé. Hey, leuk, hè? Ja. Ja, er is echt heel veel erbij gevallen, jongens. Weet je wat ook cool is? Is dat top? Dat je boven de wolken zit. Kijk dat we daar de wolken halen. Oh ja, kijk jongens. Dit blijft wel echt een top uitzicht. Oeh. Oh, lekker zeg. Hebben we en een goede board. En er ligt fucking veel sneeuw nu. Dat is top. En mama is erbij. En mama kan goed snowboarden. En mama is erbij. Mama is erbij. Wij zijn niet bang, mama is erbij. Clara? Nee jongens, dit is wel echt een cadeautje. Zeg maar, na gisteren, weet je wel. We kwamen aan en dachten eigenlijk van ja, het is eigenlijk aan het regenen. Het is echt, zeg maar wat ik al zei, de nachtmerrie van elke skiganger. Een vakantieskiganger gedoe. Maar dit, jongens, is een cadeautje. Wat is cadeautje in Duits? Een geschenk. Een geschenk. Dit is een geschenk. Oh, hij plukt ook heel lekker. Gooi op Ruben. Nee, nou een willekeurige duit. Mam, je mag niet zomaar mensen gooien. Zie je, mijn moeder is helemaal gek. Niet waar. Je mag niet zomaar op andere mensen gooien. Man. Ik wist dat ik ze nooit zou kunnen raken. Oh, want ik kan niet zo goed doen. Oh, jongens. Dit is top. Ja, alleen echt. Hier staan is al lekker. Zon, sneeuw. Ziekenhuis. Zonzuipen. Nee, maar ik bedoel, zeg maar, dat hele ding is Zonzuipen Ziekenhuis. Dat is toch een serie? Ja, maar dat is een andere serie, vind ik. Ja, dat klopt. Dat is niet de vlog. Dat is niet de vlog. Ik hoop het niet. Anders ben ik weer de pineut straks. Ben je nou al verzekerd? Nee. Moet je wel doen, Ruud. Je moet wel verzekerd zijn, ja. Ja, je moet wel verzekerd zijn. Jij wel, toch? Nee. Ook niet? Nee. Echte mannen verzekeren zichzelf. Echte mannen verzekeren zichzelf niet. Echte mannen die weten dat ze goed kunnen borden, waardoor ze niet verzekerd zijn. Het is zelfstandig te worden, maar het is zo jammer. Weet je hoe zelfstandig wij zijn? We hebben onze eigen broodjes gesmeerd. Ja, dat is zeker zo. Ik ben weer even overgeschakeld naar de GoPro. Maar er is veel sneeuw gevallen, maar het is wel een beetje stug of zo. Zeg maar, het is hele zware sneeuw. Toch niet? Ja, heel erg. Maar goed, het ging prima. Je bord blijft wel echt lijp met die kleur eronder. Mooi hè? Dat is wel echt gaaf. Dankjewel. Ben jij toch een stoere snowboarder, hè? Ja, en ook. Ai, ai, ai. Het is gelukkig nog wel aan het sneeuwen. Jullie zien het waarschijnlijk niet op camera. Ja, heel weinig hoor. Maar ja, wel weinig, maar... Beter iets dan niets, jongens. Kijk eens even, jongens. Het zonnetje komt bijna door. Dat is altijd zo, jongens. Hoe hoger je gaat, zeg maar nu bijvoorbeeld ook, kom je boven de wolken uit. Waardoor je inderdaad bijna een zonnetje krijgt. Maar we gaan nu naar het hoogste punt van Servaus, de Masner. En ja, dit is ook wel top hoor. Kijk, hier heb je ook echt al heel veel zicht. Wee! Daar komt mama. En dan Ruben nog. Hey, lul! Hij spreekt me helemaal onder met sneeuw. Oh, ja, het is echt een goed bord. Jongens, ik ga het weer zeggen. Top bord. Wat gaat die hard, hè? Ik heb even mijn normale camera erbij gepakt, jongens. Want het is nog wel... Het is nog wat te doen, maar dat is het moeilijke van vloggen op de piste. Je moet elke keer je camera uit je tas gaan halen, zeg maar. We gaan de mist in. Zo, ik zie helemaal niks. Het is opeens heel mistig hier. Zo. Er ging iemand vol op zijn bek. Ik zet echt net de camera uit. Maar ik snap het wel, want je ziet heel weinig hier. Eens even jongens, hoe lekker. Oh. Het zonnetje is bijna helemaal door. En we gaan even lekker een koffietje drinken. Nee. Hey, wist je dat eigenlijk? Nee, ik heb ook geen zonnebril mee. Heb ik net van die mooie zonnebrillen allemaal, neem ik niet mee. Ja, we dachten dat het dit zou zijn vandaag. Ik heb geen zonnebril. Oh ja, mama heeft geen zonnebril gehad. Zo, maar hij komt nu goed door, jongens. Kijk eens even. Poortje Andori.
Hey, wist je dat? Dat wij de kamer van Alexander roze geverfd hebben. Wat? De kamer van Alexander, we hebben hem roze geverfd. Oh, zonder dat hij wist. Alexander, die was naar Italië. Die was naar Italië. Zes maanden. Ja, en hij komt terug. Die is gisteren teruggekomen. Wat? Jongens. Oh. Dus hij komt terug na zes maanden. En we hebben twee muren van hem helemaal roze geverfd. Ja, echt prachtig. Wel opbeurend. Ja, jammer dat we er niet bij konden zijn, anders had ik het gefilmd, maar het was leuk. Gisteren kwam hij thuis. Hij kwam thuis. Jawel, kwam hij thuis als heel die muur roze. Echt, weet je wat? Maar ik en Jos waren de gamma, om die kleur uit te kiezen. Hadden we die kleur gepakt, en weet je de kleur heten? Poppenhuis. Poppenhuis. We zijn momenteel op het hoogste punt van Servhouse en kijk eens wat een sneeuw hier ligt, jongens. Oh, oh, oh. Echt heerlijk, jongens. Kijk dan. Zo, lekker mijn eigen spoor maken. Nee. Fuck, nu zit ik vast. Ik zit vast. Snelheidsheuvel! Daar komt mama. Woe. De sneeuw hierboven is echt perfect. Het is echt heerlijk. Wij hebben net eventjes lekker wat gedronken. Een lekker koffietje erin gegooid. En we zijn nu weer verder aan het boorden. Ik wil zeggen skiën, maar wij zijn natuurlijk aan het snowboarden. Maar het weer is echt al een stuk beter, jongens. Kijk, het zicht is goed. En de sneeuw is echt lekker. Oh. Woe, woe. Ja, jongens, echt een lekkere eerste snowboarddag. Lekkere eerste snowboarddag. Ja. Hoi, zullen we samen? Nee, dank je. Wil je niet met mij? Nee. Hoi, hoi. Doei, doei. Ja, jongens, daar sta je dan, hè? Met je goede gedrag. In een skilift. Met uitzicht over de mountains. Zo, jongens, we gaan straks lunchen. En je hebt hier in Oostenrijk heb je van die halve kippen. Dan heb je gewoon een halve kip op je bord. En dat is echt top. Heerlijk. Oh, huh? Ik zie dat mijn GoPro nog maar 1% heeft, jongens. Dat is gek. Maar dat had net 40. Misschien is het koud. Misschien heeft mijn GoPro heeft het een beetje koud. Dus de volgende beelden zullen niet op de GoPro zijn, maar op een normale camera. Het kloten van een snowboard hebben, jongens, is dat je soms stukken de hele tijd zo moet gaan schuiven. Omdat je natuurlijk geen skistokken hebt. Kijk, met skistokken kan je gewoon lekker zo, wat die man doet, zo lekker prikken. Oh. Gaat niet helemaal oké, maar... Maar dan kan je gewoon lekker naar voren prikken. Maar bijvoorbeeld de lift, die kwam helemaal daar achteruit. En hoe je heet, zo schuiven, zo. Zo schuiven. Maar mijn GoPro is leeg. Dat is niet zo flex. Meneer Ruben. Ja. Op een schaal van 1 tot 10. Hey. Oh. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe brak ben jij? 5. Ja, ik zit ook op. Ik zit ook op een 6. Maar ik zei het ook al aan de lift. Ik heb er een soort van vrede mee of zo op de vakantie. Hoi hoi. De piste af. Woe. Als ik nu op mijn smoel ga, jongens, dan weet ik niet of mijn camera dat zo leuk vindt. Maar goed. Zo jongens, het is hier beneden weer wat mistiger. Gaat alles oké? Ja, met jou? Met mij gaat fantastisch. Ja, is goed hè. Wij zijn nu onderweg naar de plek waar we gaan lunchen. En wij gaan lunchen op de plek waar we gisteren ook waren om een drankje te doen. Dat is dus daar ergens in die bossen. En dan gaan we lekker een halve kip eten. Hoi. Hoi. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, lekker. Ik lig gewoon echt lekker, man. Huh? Ik zie er misschien raar uit, maar ik lig gewoon heel lekker zo. Ja, maar dat is goed. Dat mag. Hoe zou het met Bas gaan? Ik weet het nog niet gezien vandaag. Oh ja, wel bij het ontbijt. Maar nee, niet. Nee, ja, Bas was ook niet bij het ontbijt. Ik ben benieuwd, jongens. Steken we hem door? Doorgestoken kaart. Doorgestoken kaart, ja. Zag je wat hij deed? Wat? Zag je wat die liftman deed? Nee. Er waren twee skiers weer uit de lift gevallen. Ja. Maar die bleven maar proberen om nog erop te blijven. Ja. En dat duurde veel te lang. En toen deed hij hem weer even aan. Toen vielen ze allebei. Ja. Liet hij ze expres vallen, die man van de lift? Ja, omdat het natuurlijk veel te lang duurde. Ah. Als je uit de lift valt, moet je natuurlijk niet denken, ik ga weer terug opklimmen. Nee. Gekheid! Nou, let's go! Halve kip eten, let's go! Kijk jongens, daar gaan ze al. Ik zit hier nog met mijn tas te kloten. Laat me niet alleen, jongens, wacht op mij! Hoe lager je komt, hoe kutter de sneeuw wordt. Dan wordt het een beetje papperig, zeg maar. Kijk, het wordt een beetje papperig. Wat logisch is. Maar, ze hebben me gewoon achtergelaten. Kijk dan,
Wat mooi. Woe. Liet jullie mij gewoon achter? Dan? Hè? Huh? Ik zat helemaal alleen joh daarboven. Jullie lieten mij gewoon achter? Nee, boven. Ik zat boven helemaal alleen. Bas. De gang ligt KO helemaal fake. Hoe voel je je? Ja, goed. Ja? Ik voel me wel beter. Ik voel me wel altijd heel slecht. Ik was vanochtend ook wel een beetje bakker. Oh ja. Gaan we niet meer doen. We hebben de eerste avond goed ingeluid, jongens. Nou jongens, pas heeft mooie filmpjes van gisteravond. Hij is gewoon naar de keuken gelopen en heeft het ding in zijn vak. Wat de fuck zijn we hier aan het doen? Jongens, we hebben het wel echt bont gemaakt gisteravond, maar het was wel heel gezellig. Maar blijkbaar is Bas nog allemaal in de keuken geweest en dan lag hij in de gang en zo. En heeft hij een uur onder de douche gestaan. Ik weet het ook allemaal niet, maar we gaan dit nooit meer doen. Behalve vanavond en de dag daarna. Oh jongens, dit is wel even slecht. Bas, vieze goorlap. Oh ja. Oh jongens, dit is echt lekker, hè? Iedereen heeft dat. Bas! Waar is jouw curry? Kom even! Mui! Geef me een kut terug! Oh, sorry. Loser. Ga niet los, laat. Blijf van mijn eigen... Pak lekker je eigen kip. Zo is het veel sexy, hè? Nou, deze kant vind ik niet zo leuk, nee. Ik weet het niet. We zien dat hij aanstaat. Ja, er staat hier een flexpunt. Oh ja. Welkom maar nu op moet je het weer zo doen. Dit zijn wel echt content creators. Ik wil het echt. Hoe is het nou eigenlijk? Hoezo kijk je daar doorheen? Denk ik niet. Oh ja, oké. Hoe zet je hem eruit? Hij neemt nu op hoor. Nee, hij nam net op toch? Ja. Ik weet het niet meer. Ja, hij staat op record. Hij is aan het opnemen. Yes! Maar dan heeft hij net niet opgenomen. Meer, Robin. Tel even wat. Wat moet ik vertellen? Hoe was het gisteren in de George? Episch. Hoe ben je thuis gekomen? Dat weet ik niet meer. Dit is Frederik. Ik hoor ook niet eens. Net halve kip gegeten. En nu voelen we weer halve kip. Een halve kip naar binnen gebeukt. Een halve kip geslankt. Dierlijk naar binnen geslankt. En ik redelijk brak ben. Heb ik zin in bier. Ik ga het niet proberen. En nu heb ik geen zin in bier. Maar mag ik even kijken of het best wel moeilijk. Dat je gewoon, oké, ik ga Monica Geus proberen te doen. Hallo en welkom bij een nieuwe vlog. Je moet dus in de lens kijken en niet daarin. Dat is eigenlijk zo raar. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben er echt niks aan het doen is. Maar hij neemt niet eens op. Nou jongens, het is tijd om er weer vandoor te gaan. We gaan even weer wat mooie afdalingen doen. Fucking chillboard. Is je ook flexibel? Ja, het is echt een topboard. Zullen we zo meteen omruimen? Nee. Zullen we kijken, want mijn bord is bijna even groot dan Ik ben gehecht aan mijn bord. Hoezo heb jij zo'n koele neef waar best zo'n afdeling? Ja, dat weet ik niet. Zo'n mooie van zo'n speciale afdeling. Wij hebben een speciale behandeling gekregen. Ik wil ook niet zo'n scheid houden. Ik heb net gescheten. Zo, ik vind altijd alcohol. Hey. Gaat zo'n... Scheidcontent. Ja, scheidcontent. Goed, we gaan door. We zijn momenteel aangekomen bij het fantastisch leuke funpark. Ik dacht een sneeuwbal bij gooien. Nee, dat zou ik niet durven. Maar kijk. Hier heb je dus van die... Bas op! Bas. Waarom moet je nou alles zo gek doen? Wel schuwer idee. Nou, hier zijn van die slides, weet je wel, waar je overheen kan met je bord. Ja, klopt. Kijk, het ziet er leuk. Die kutjub, joh. Trek. Ze durven het niet, hè? Nee. Het zijn mannen zonder lef. Echte mannen nemen de slide gewoon. Echte mannen die nemen de slide en gaan op hun bek en zien de consequenties in dat het uiteindelijk een hele gevaarlijke, moeilijke slide was. Ik ben een vlogger en ik zou het super leuk vinden als jullie zouden abonneren op mijn... Ah, fuck! Die zit echt vol in mijn nek. Ah, kappen! Tyfusleier. Bots, op zijn bek, breek zijn nek. Wow, fantastisch, fantastisch man. Hey, en fantastisch. Gaan we, Finn? Ik ben er klaar voor. Kan ik het aan, denk je? Denk je dat je lukt, zonder op je bek te gaan? Dat is normaal. Hey, let's go, Bas. Ga maar. Nu de volgende, volgende. We gaan door. Nog één. Nog één! Ja, kom maar! Oh mijn god! Hij is zo goed! Nog één! Nog één! Woe!
kijken jullie de afzijden. Super goed. En ik ging gewoon over die dingetjes heen. Yo. Oké, nu jij. Nee, wat? Nu mag jij. Nu mag jij laten zien wat je kan was. Wat doe jij nou? Nou, Ruud, laat zien wat je kan. Nou, jongens, mijn camera is een beetje beslagen, maar weet je wat? Boeien, het maakt niet uit. Het is tijd om te zuipen. We gaan naar de appelski. Ik ga mijn camera niet meenemen, want het is een beetje onhandig. Maar er komen vast wel wat beelden op mijn telefoon langs. Laat zien wat je in huis hebt, man. Eventjes ook mijn broek uittrekken dan, hoor. Prachtwerk! Doe je heel leuk, Bas. Doe je echt heel leuk. Zie je nou raken, man? Het eerste biertje, jongens, is een feit. Boos, mannen. Nee, doe maar al. Wat doe jij nou, man? Zit hij weer gek te doen, hè? Ik moet een beetje stil zijn, want Ruben ligt al te slapen, maar ik en Bas zijn gelukkig nog uit geweest. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En vond je nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.